Hoi, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik jullie nieuwe producten van Essence zien, deel 2. Hoe komt dit? Ik zeg dit eigenlijk in elke video die ik maak over dit soort producten. Maar mocht je hier nog niet zo thuis in zijn of het misschien niet weten, misschien deze zo'n video voor het eerst zien. Essence heeft twee keer in het jaar een assortimentsupdate, namelijk in februari met voorjaarsproducten en in augustus met najaarsproducten. Dit jaar was het zo dat Essence eigenlijk al heel vroeg aankondigde, dat was rond mei, van dit jaar extra vroeg nieuwe producten in de schappen. Voorjaars- of najaarscollectie ligt in mei al in de schappen. Nou, dat is best wel vroeg, want Essence is normaal relatief laat met hun producten als ik het vergelijk met Catrice. Catrice heeft dezelfde norm, zeg maar, qua uitbrengen van producten. Dat is ook in februari en augustus, maar de producten van Catrice zijn altijd al veel sneller verkrijgbaar dan die van Essence. Maar dit jaar waren ze dus heel erg vroeg. Alleen, ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik vond het niet heel veel producten die uitgebracht werden. Dus ik had wel zoiets van, is dit alles? Het is best wel weinig, zeg maar. Maar er kwam nog een collectie achteraan. En die is dus wel vanaf augustus dus verkrijgbaar. Ze stromen nu eigenlijk een beetje de winkels in. Ze zeggen altijd augustus, maar ja, dat ligt er net aan hoe snel een winkel daarmee is. He, dat verschilt heel erg. Deze producten zijn verkrijgbaar bij Kruidvat en Trekpleister. Ik weet dat Ethos winkels tegenwoordig ook Essence verkopen, sommige. Maar ik weet dus niet of hun ook al heel snel nieuwe collecties hebben. Maar goed, daarna laat ik jullie dus nog een aantal nieuwe producten zien van het nieuwe assortiment van Essence. Het zijn wel producten uit het kleine schap. Het zijn ook niet heel veel producten, maar dat is gewoon heel erg lastig, want eigenlijk de meeste producten liggen in de grote schappen en ik heb helaas geen winkels met grote schappen. Dus vandaar een aantal producten uit het kleine schap. Ik ga de producten niet swatchen, want hier komen reviews van online op mijn blog. Mocht je een product zien waarvan je denkt, goh, ik zou daar bijvoorbeeld ook wel graag een video over willen zien, kan je het altijd aangeven in de comments. Voor de volledige collectie, om die te bekijken, kun je natuurlijk naar de winkel gaan. Of ik verwijs je even door naar mijn blog, want daar staan de reviews online van de nieuwe collecties. De bloglink staat in de beschrijving. Zoek dan even op Essence op mijn blog en dan vind je eigenlijk de recentste artikelen van Essence, waaronder dus een nieuwe assortimentsupdate. Mocht je benieuwd zijn welke producten ik dan aan jullie ga laten zien, welke er nieuw zijn in het schap, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin met een nieuwe primer en dit is de Hydrating Plus Perfecting Primer met SPF 30. Dat is zo'n verpakkingetje, schudden voor gebruik. Dit is dus een liquid primer en hier zit dus SPF 20 in en heeft een pomegranate geur. Vitamine E zit er ook nog in en panthenol. Dit is gewoon om een goede basis, zeg maar. Primer is natuurlijk een goede basis om je make-up aan te brengen. Heeft gewoon zo'n pipetje. Als je kan zien. Ik ruik geen pomegranate, maar het ruikt ook niet vies. Het ruikt goed. Ik vond deze primer er heel goed uitzien. Ik ben eigenlijk wel fan van primers. Ik gebruik niet elke dag een primer, maar eens in dezelfde tijd, als mijn make-up zeker wat langer moet blijven zitten, gebruik ik een primer. Dus dat is deze. Dus ik ben hier heel erg benieuwd naar. Dan een nieuwe mascara. En dat is deze. Dit is de What the Fake Volumizing and Lengthening Mascara. Deze hebben ze ook al in een andere variant. En over die variant ben ik zo tevreden. Volgens mij is dat de I Need a Miracle mascara uit mijn hoofd. De verpakking lijkt eigenlijk precies hetzelfde. Alleen deze heeft dus groene details. En die andere, dat is volgens mij meer roze. Pin me er niet op vast. Ik zal de volledige naam van de andere variant van deze ook nog even hieronder neerzetten. Maar dit is dus een mascara die fake volume en lengte belooft. We gaan even kijken naar het borsteltje, want dat is voor mij altijd wel een dingetje. En hier word ik al heel gelukkig van. Het heeft zo'n borsteltje. Er zit nu al het klonterige mascara aan. Maar omdat die andere mascara zo fijn is, was ik gewoon eigenlijk gelijk heel erg benieuwd ook naar deze. Omdat ik die gewoon, die geeft echt een hele mooie
wimpereffect. Een heel mooi wimpereffect, want de zin klopte niet. Daar ben ik echt zo tevreden over dat ik dacht, nou, ik ben zo benieuwd naar deze. Dus dat is de What the Fake Volumizing and Lengthening Mascara in een groene variant. Dan een nieuwe blush en dat is deze. Dit is de blush, zo heet die ook. Heeft de naam 10 Befitting. Befitting. Er gaat een kat miauwen. Het is een silky smooth powder blush en ja, is geschikt voor elke dag. Het heeft ja, een beetje een roze-achtig kleurtje. Oh, wat gaaf. Kijk, die staat ook echt in de blush. Staat er echt ingedrukt. Oh, dit vind ik echt heel erg leuk. Nou ja, ruikt verder niet. Ik vind hem echt heel mooi vormgegeven. Ik weet niet of het heel goed zichtbaar is vanwege het licht. Maar dit lijkt me echt wel een hele leuke blush. Ik ben wel heel erg fan van de blush van Essence over het algemeen. Dus ik was wel heel erg benieuwd naar deze nieuwe blush. Dus dat is ja, de blush. Zoals ze hem zelf noemen. Dan hebben ze ook de highlighter. En dit is de 10. Heroics. Ik kan het niet uitspreken. Ik vind die naam altijd zo lastig. Eigenlijk hetzelfde als met de blush. Het is een silky smooth powder highlighter. En ik denk ook dat hier ook de highlighter in staat. Ja. Het is denk ik niet heel goed zichtbaar voor jullie. Want het is een vrij lichte highlighter. Maar ja, ik ben wel heel erg benieuwd naar deze highlighter. Ook naar de blush natuurlijk. Ik vind het heel erg leuk vormgegeven. Ik ben heel erg dol op highlighters. Ik gebruik ze heel graag. Ik heb ook best wel een flinke highlighterstash. Maar ja, ik ben wel heel erg benieuwd naar deze highlighter. Of dat die ook lekker fel gaat zijn. Het is een vrij licht kleurtje. Daar hou ik wel van. Het is een beetje een cool effect op deze zal geven. En dat lijkt mij heel erg tof. Dan is er een nieuwe lipstick. En dat is de Perfect Shine Lipstick. Dat is deze. Je had verschillende kleuren, maar ik vond eigenlijk alleen deze kleur mooi. Ik heb hem namelijk in kleur nummer 3. Heeft hij dan ook een naam? Perfect Romance. Nou, ik vind de huls al heel geweldig. De rosé roze. Dit is dan, ja, is gewoon een beetje zwartachtig. Ziet er heel tof uit. Het is een, oh, kijk, het is een schuin afgesneden lipstick. Zoals je misschien al had kunnen verwachten van mij. Ik heb een rode variant. Het ziet er echt heel mooi glinsterend uit. Er staat verder niet heel erg veel op de huls, zeg maar, over de lipstick. Maar ik ga ervan uit dat dit gewoon lekker een glanzende lipstick is, aangezien het een Perfect Shine lipstick is. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze lipstick. Ja, ziet er super tof uit. Dus het kleur lijkt me echt heel erg mooi. Dus ja, heel erg blij mee ook. Dan heb ik twee contouring duo palettes. Ik heb hem in twee kleuren. Allereerst heb ik de 10 voor de lighter skin. Dat is deze. Dit zijn gewoon twee contourkleurtjes om gewoon te shapen. Dus dat zijn wat lichtere kleuren. Ja, ziet er eigenlijk wel goed uit. Wel heel licht. Dus ik ben benieuwd of het bij mijn huid past. Waarschijnlijk wel, want ik heb een lighter skin. Alleen ik vind het fijn om een contouring wat breder aan te brengen. Maar ik vind het wel hele leuke paletjes. Het is wel weer een keer echt een contourpaletje. Dat heeft Essence echt lange tijd niet gehad. Dus dat is deze. Maar ik heb ook nog de 20 voor de darker skin. En dat is dus een wat donkerdere variant. Omdat ik dus wel wat van donkere kleuren houd. Dus dat is deze. Dus ik ben hier ook wel heel erg benieuwd naar. Gewoon naar deze twee paletjes van wat past nou het beste. En ik vind het leuk. Ik kan afwisselen. Ik vind het gewoon hele mooie paletjes. Ook qua hoe ze eruit zien. Dus super tof. Dan heb ik twee crystal powder palettes. En allereerst heb ik een blush en highlight palette. Dat is deze. Deze die heeft dus ja, highlighting en blush kleuren. Dit zijn de highlights, dit zijn de blushes. Maar kijk eens hoe mooi dat eruit ziet. Ik laat wel eventjes het dingetje erop zitten. Er zit ook een spiegel in zoals je kan zien. Ziet er heel erg tof uit. De highlighters hebben de namen Glowing Energy en Shine Bright gekregen. En de blushes heten Superpower en Inner Happiness.
En op de spiegel zit ook nog een plaatje. Dus dat heeft ze wel heel erg goed gedaan. Vaak zijn die paletten toch wel een spiegeltje kan snel breken. Dat vind ik wel heel erg netjes. Het is echt wel super tof ziet dit eruit. Gewoon ook het paletje zelf ook gewoon heel erg leuk. En van de Crystal Powder hebben ze ook een oogschaduwpalet uitgebracht. En dat is deze. Wat voor kleuren zitten hierin? Deze! Hele mooie sparkle kleuren. Het zijn matte en shimmer kleuren. Nou ja, ik zie één matte kleur. De rest is allemaal shimmer. Ze hebben de namen Never Give Up, Sparkle All Day, Good Vibes Only, Reach for the Stars, Make It Happen, Love Yourself, Chase Your Dreams, I've Got the Power en Believe in Miracles gekregen. Ik heb hem even van links naar rechts opgelezen. Dus het ziet er heel mooi uit. Ik vind het echt hele toffe kleurtjes om te zien. Ik denk echt dat je hier hele mooie ooglooks mee gaat kunnen creëren. Dus ik ben hier heel erg benieuwd naar deze twee Crystal Powder paletjes ook. Dan waren dit alweer alle nieuwe producten die ik voor nu aan jullie wilde laten zien van Essence. Zoals ik al zei, in het kleine schap heb je niet heel veel keuze. Dus ik heb een aantal producten kunnen bemachtigen. Maar het assortiment is dus echt veel groter. Ik ben eigenlijk wel benieuwd welk product jullie het mooiste lijkt. Waarvan had jij zoiets van, als ik het zou kopen, zou ik het ook echt daadwerkelijk willen kopen? Misschien wil je ook wel een product proberen. Misschien heb je al wel wat producten aangeschaft uit deze collectie. Ik ben heel erg benieuwd. Laat het zeker even weten in de comments. Ik ben heel erg enthousiast over deze producten. En ik sta ook echt te popelen om dit te gaan testen. Reviews komen dus online op mijn blog. Dus, maar mocht je ergens een video van willen zien, nogmaals, laat het even weten. Dan kan ik altijd even kijken wat ik, of ik er een video van kan maken. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Vond je deze video leuk, doe even je duimpje omhoog. Zoals ik al zei, het is dus de tweede video. Ik zal de eerste video ook hierboven nog even linken. Zodat je eventjes die ook nog kunt bekijken, mocht je dat willen. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dit kan door op het rondje met mijn gezicht te klikken. Maar ook op mijn kanaal zelf. En vergeet dan ook even niet om dat belletje aan te zetten. Want dan krijg jij een melding zodra er een nieuwe video online komt. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken. En hoop je bij de volgende video weer te zien. Doeg!